Christina is gepassioneerd en gedreven, maar zonder een plan. Hallo, ik ben Christina, ik ben 21 jaar. Ik studeer marketing en communicatie aan de Erasmus Hogeschool in Brussel. Ik ben illustratrice, cartooniste en schrijfster. Mijn alter ego heet Krostin en dat is basically zo de cartoonversie van mezelf. Zij is zo de quirky version, zo de meer open versie en zo meer een wilde versie misschien. Ze doet zo echt alles in haar leven. Ik denk dat zelfs 90% van al mijn comics uit het leven gegrepen zijn. Alles wat echt wat ik hoor, wat ik zie, wat ik voel, wat ik meemaak, wordt wel op een bepaalde manier in mijn comics gegoten. Dus heel veel van de dingen die ik in mijn leven meemaak, ziet je wel terug in mijn comics. Ik denk dat Krostin wel mijn uitlaatklep is sowieso. Zeker omdat ik, dat is mijn manier om zowel mijn visie als mijn ideeën, als mijn gevoelens te uiten. Zeker omdat ik dat op misschien een andere manier minder goed kan. En zeker gezien dat Krostin zowel een luchtigere kant heeft of een iets minder zware, serieuze kant heeft, is dat ook voor mij makkelijker om die dingen te processen, te verwerken. En ja, het werkt, dus dat is goed. Moet ik een rolmodel zijn? Allee, ik denk dat je die rol niet zomaar kunt toe-eigenen. Het klopt inderdaad dat ik zeker de afgelopen tijd meer een boodschap heb willen overbrengen. Dat dat in het begin niet zo was. Maar er is altijd iets in mij geweest dat meer actief wou zijn. En ik vind ook, ik heb een platform. Dus ik moet die ook gebruiken. En ik vind dat iedereen dat moet doen. Mijn platform, ook al heb je maar 500 of 800 volgers. Het zijn zelfs misschien die mensen die een grotere invloed kunnen hebben dan pakweg iemand met 100.000 volgers die niks te zeggen heeft. Maar ik vind voor mij persoonlijk dat ik dat wel moet doen. Want ik kan dan inderdaad wel zoveel jonge vrouwen, maar ook jongens bereiken. En ik vind, zij komen al naar mij om iets positiefs te ervaren, dus waarom dan niet nog iets extra positief of iets bewust, zodat zij ook er iets aan hebben, snap je? Ik wil ook zo die meerwaarde brengen en blijven brengen. Want mensen komen naar mij voor mijn comics en niet voor mij. En, maar aangezien dat mijn activisme een deel is van mij, kon ik dat niet blijven negeren en kon ik dat niet blijven in mijn comics verwerken. Dus voilà. Mijn greatest achievement is toch wel, denk ik, mijn boek. Ik heb hier 2 jaar aan gewerkt. En het was heel veel research, heel veel opzoekwerk, heel veel brainstormen en nadenken over topics die ik zelf interessant vond. En het is een verzameling van zowel tekst als comics. Dus het is echt een hybride. Het is niet alleen comics, het is niet alleen tekst. Maar ja, dat was wel een uitdaging, omdat ik had nog nooit iets geschreven. En laat staan in het Engels. Dus dat was allemaal niet zo heel simpel. Maar kijk, ja, het is er. En in augustus is het te koop. Durven is inderdaad een hele grote barrière. Allee, angst en schrik om afgewezen te worden is een hele, heel, hele grote barrière. Ik weet het, I've been there. Maar wat ik zeker zou willen meegeven is dat je bent nu zo jong en je hebt nu zoveel tijd. Ik zou je zelfs willen aanmoedigen om toch die stap te durven doen. Want uiteindelijk, als je nog zo jong bent, wat heb je te verliezen? Ja, je kunt misschien eens op je bek gaan, maar pff, no big deal uiteindelijk. Hè. Je kunt gewoon de draad terug oppikken en iets compleet anders doen. Want ik zou liever hebben dat je op zijn minst hebt geprobeerd en dat je spijt hebt dat je het niet hebt gedaan. Dat is 1 miljoen keer erger, vind ik. Dus, en wie weet, kun je er een job van maken. Hè? Dus voilà.